Moord, martelingen en verkrachtingen. Daar waar de paramilitairen van de geheimzinnige Wagnergroep gaan, laten ze een spoor van dood en verderf achter. In deze video kijken we naar wat de groep doet, wie erachter zit en op welke plekken het allemaal actief is. De Wagnergroep is een huurlingenleger. Dat betekent dat het officieel geen onderdeel vormt van de Russische strijdkrachten. Maar intussen bestaat het wel voor een groot deel uit voormalige Russische militairen. En duikt het juist op die plekken op waar het Kremlin de eigen invloed probeert te vergroten. De banden met het Kremlin blijven onduidelijk en dat is precies de bedoeling. Leden van de Wagnergroep krijgen goed betaald en zijn over het algemeen beter uitgerust dan gewone Russische militairen. Maar waar het geld vandaan komt om dat allemaal te bekostigen, blijft geheim. De Wagnergroep zou via schimmige constructies geld ontvangen, volgens onderzoekers voornamelijk via bedrijven die zijn verbonden aan deze man, Yevgeny Prigozhin. Prigozhin begon ooit als hotdogverkoper, maar het lukte hem om in het Sint-Petersburg van de jaren 90 een vermogen op te bouwen van restaurants en cateringsdiensten, onder andere voor Vladimir Poetin. Het leverde hem de bijnaam Poetins chef op, een naam die bleef plakken, ook nadat Prigozhin zich met minder onschuldige activiteiten ging bezighouden en leider werd van de Wagnergroep. Prigozhin is ook de man die verantwoordelijk is voor de trollenfabriek in Sint-Petersburg. Trollen zijn mensen die zoveel onzin op het web verkopen dat je niet meer weet welke informatie waar is of gelogen. En met specifiek dit doel zouden hier achter mij in dit gebouw honderden trollen achter de computer zitten. Werknemers verspreiden hier online nepnieuws, desinformatie en pro-Kremlin berichtgeving. Ze zouden ook geprobeerd hebben verkiezingen te beïnvloeden. Prigozhin is niet vaak in het openbaar te zien, maar in september van 2022 verschijnt deze video online. Het Russische leger en de Wagnergroep leiden grote verliezen in Oekraïne. Om nieuwe strijdkrachten binnen te halen, reist Prigozhin persoonlijk af naar een gevangeniskolonie in Rusland. Eerste грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Далее через полгода уходите домой, получив помилование. De groep zou de naam Wagner te danken hebben aan medeoprichter Dmitri Utkin. Als militair zou Utkin de bijnaam Wagner hebben gekregen naar de favoriete componist van Hitler, Richard Wagner. Utkin zelf zou een aanhanger zijn van extreemrechtse ideeën. Hij maakt daar, te zien aan de tatoeages op zijn borst, ook geen geheim van. De groep is vermoedelijk in 2014 voor het eerst actief in de Donbass en tijdens de annexatie van de Krim. Представьте, пожалуйста. Вы из России приехали? Какого цели вы тут? Daar zouden ze samen met andere militairen opereren zonder herkenbare tekens op hun uniformen, wat hen de naam Groene Mannetjes opleverde. In de Donbass zouden ze pro-Russische separatisten ondersteunen. Officieel bestaat de Wagnergroep niet. Het opereert in de luwte. Dat heeft twee grote voordelen. Omdat het geen verantwoording hoeft af te leggen aan een legerleiding, heeft het vrij spel in de gebieden waar het opereert. En als er iets misgaat of er doden vallen, dan kan dat worden stilgehouden. Omdat het geen officieel onderdeel is van het Russische leger, kan Poetin alle betrokkenheid ontkennen. Na de annexatie van de Krim vertrekken leden van de Wagnergroep richting Syrië. Poetin schiet de president van het land, Assad, te hulp bij een burgeroorlog. De huurlingen van de Wagnergroep zouden zich hier, volgens tal van mensenrechtenorganisaties, schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Hier martelen ze een militair die weigerde verder in het Syrische leger te dienen met een sloophamer. Een van de mannen die hier in beeld komt is een door onafhankelijke Russische journalisten bevestigd lid van de Wagnergroep. In een andere video van hetzelfde incident is te zien hoe de deserteur na de marteling wordt onthoofd en in brand wordt gestoken.
In Afrika is de Wagner-groep ook op meerdere plekken aanwezig. Hier trainen ze buitenlandse militairen van verschillende groeperingen, maar vechten zelf vaak ook mee. Ze zouden zich hier schuldig hebben gemaakt aan moord, martelingen, executies en verkrachtingen. De groep wordt in Mali beschuldigd van massamoord. Je zou je kunnen afvragen wat Ruslands belang is in Afrika. Het antwoord is grondstoffen, zoals olie. Ook op andere plekken waar iets te halen valt, duiken de huurlingen van Wagner op. Bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. In 2018 zouden paramilitairen van de Wagner-groep naar het olierijke Venezuela zijn afgereisd om daar troepen te trainen. In 2019 zouden ze de president van het land, Maduro, gewapende bescherming bieden. Zijn regime staat op omvallen na volksopstanden. Maar het meest zichtbaar is de Wagner-groep in Oekraïne. Wagner-troepen zouden na de invasie in 2022 betrokken zijn geweest bij martelingen en het doden van burgers. Volgens de Duitse inlichtingendienst waren ze ook aanwezig in Bucha. Beelden van het dorp gingen de hele wereld over. Svolg. De activiteiten van Wagner waren lang taboe. Journalisten die over Prigozhin schreven, werden voor de rechtbank gesleept. Of erger. Drie Russische journalisten werden vermoord in Centraal-Afrikaanse Republiek toen zij een documentaire maakten over de groep. Een andere journalist die schreef over de Wagner-groep overleed na een val uit het raam van zijn appartement. Volgens de Russische autoriteiten was het zelfmoord, maar zijn familie en collega's spreken dat tegen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne profileert Prigozhin zich steeds meer. Hij uit openlijk kritiek op het Russische leger en in september gaf hij voor het eerst toe dat hij aan het roer staat bij Wagner. Mogelijk hoopt hij dat meer zichtbaarheid hem ook meer macht zal geven. Het Kremlin houdt intussen vol dat het niet betrokken is bij Wagner. Maar of iemand dat nog gelooft? Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.